Het was wel, hè, van Jeroen Pauw tot Angela Jong, het was een sterrenkast. We hadden echt een gigantisch grote sterrenkast. Elk jaar is het even spannend van wie gaat happen, wie zegt ja. Ja, en, iedereen zei ja, blijkbaar. Iedereen zei ja, maar ik denk ook na het eerste seizoen... we hebben onszelf daar wel in bewezen, want we hebben natuurlijk Peter gehad. En denk, ja. Na Peter dachten die BN'ers, nou, als Peter doet... Dan ja, doe ik het ook. Ja, dat snap ik wel. Ja. En is het zo, want bij iedereen is natuurlijk altijd een verrassing... Als je zoiets voor het eerst doet. Ja, in hoeverre kun je daar echt in opgaan? Hè? Wie heeft van al die A-sterren, wie heeft jou het meest verrast daarin? Verrast? Nou, kijk, dit seizoen waren er 26, dus het zijn een hele hoop. Het zijn echt veel, ja. Jij, vorig jaar, hebt me echt verrast. Als Cruella, dat vond ik fantastisch. Want Kees, jij ging er zo hard in. En die lip-sync was fantastisch en het klopte gewoon. Het klopte gewoon. En hij heeft ook gewoon heel veel scheid. Ja. Hij ging er gewoon voor. Ja, maar dat is misschien in hoeverre je jezelf durft te verliezen... in je tijdelijke nieuwe identiteit. Ja. Ja, Alberto Stegeman vond ik er briljant dat hij meedeed. Ja. Ja, maar die ging er ook helemaal voor. Joh. En dat is het met drag, weet je. Van, je moet geen schaamte hebben. It's go big or go home. Kijk, als het helemaal gewoon kleine timide is, dan komt het gewoon niet over. Nee, moet je gewoon naar huis. Thomas, je hoeft er niet naar huis. Je bent zelfs de runner-up gewonnen. De runner-up, Hartstikke goed. Ja? Dacht je ook meteen toen je gevraagd werd van... ja, dit is een grote droom van mij? Oh, ja, zeker. Ja? Ja, ik dacht wel, als ze me vragen, zeg ik volmondig ja. Want het is wel echt een kleine jongensdroom natuurlijk. Heb je zelf aangeboden? Ja, bellen. Nee, ja, ik ben drag-fan. Ik kijk naar RuPaul's Drag Race Holland. Ik woon in Amsterdam al 20 jaar en... ik ga gewoon echt in de drag scene kijken naar al die optredens. Ja, ja. De drag bingo's. Dus ja, dit is een beetje ook mijn community. En dat is een eer om te mogen meedoen. En een runner-up, ja joh, ik ben helemaal blij. Wat goed. Jij trad op samen met de winnaar, hè, Miss Shelby, Jure Geluk. En met Davina Michel. Kunnen we even naar kijken? Staan met neptieten, neptanden, nepheupen, alles op elkaar. Het is een dikke middelvinger eigenlijk. Ja. Yeah. Heel goed. Oh, ik vind ook altijd dat. Ja, blijft waar. Maar altijd die reactie bij de jury bij de onthulling is altijd zo enorm. Ik vind zo heel. Ja, maar Soy is echt een hele goede vriend van mij en ik hoopte maar dat hij het niet door zou hebben en. Ja, dat gebeurde en ik dacht alleen maar, yes, het is gelukt, weet je wel. Nou, je zei dikke middelvinger, maar waarom precies? Ja, ik ben vroeger als jongetje gepest, omdat sommige jongens in mijn klas al door hadden dat ik anders was, voor ik het überhaupt zelf door had wat er aan de hand was of wie ik was. Mm-hmm. En dat is een ellendige periode geweest. En dat ik dan nu zo als 40-jarige man daar mag staan met neptieten, neptanden, helemaal in vol ornaat eindelijk kunnen zijn wie ik echt ben... dan is dat een dikke middelvinger naar tegen alle pesters op de hele wereld eigenlijk. Oh, mooi. Ja. Maar dit zegt dus over dus jouw zeg maar, je transformatie aan drag. Dan ben je wie je echt bent. Dan kun je jezelf ten volle laten zien. Nou, dan ben je niet wie je echt bent. Maar ik beschrijf het altijd. Het voelde alsof ik een superheld was. Ik vind drag queens echt superhelden. Je durft meer. Och, je voelt je zo krachtig. Dat is niet normaal. Ja, het is echt alsof een... De remmen ze helemaal af. Ja. En dat is het ook. Het is echt alsof je een superheldencape aantrekt en je gaat er gewoon voor. Dat is wel wat ik zag bij Gijs. Ja. En dat onthult vaak ook een beetje van wie je van binnen bent. Ja? Ja. Nou, mooi bruggetje. Heel mooi. Ja? Heb je dingen ontdekt over jezelf, Gijs, als Polly Plush? Ja, het heeft me echt overvallen. Ik vind het geweldig dat je het gedaan hebt trouwens. Nou ja, dit is helemaal niet mijn wereld. En ik moest natuurlijk wel lang nadenken voordat ik dit deed. Ja? Want ik had geen idee waar ik aan begon. In alle eerlijkheid, ik had geen idee hoeveel werk het was, hoe moeilijk het zou zijn, hoe lastig ik het zou vinden. Ja? Ik vond het echt ongelooflijk. En je denkt van tevoren, oké, dit is een show, dat is entertainment, het is leuk, dus wat gaan we doen? We gaan iemand spelen. We gaan een teddybeer spelen. Ja, ja. En dan krijg je... dat prachtige masker, dat prachtige gezicht op. En je krijgt die jurk aan. En
op het moment, en dat is letterlijk zo, Renze, op het moment dat je je omdraait en in de spiegel kijkt en je bent echt iemand anders. En dan klikt er iets en je denkt echt, oh my god. Ja? Het kan dus. Ik zag even hier Polly Pocher. Nee, dat kan nu dus niet. Nee, maar wat Envy Poen zegt net, en dat is dan eigenlijk de relevant. Wat heb jij inderdaad, want je zegt je bent iemand anders, maar toch ook. Dus wat heb jij in Gijs Rademaker ontdekt wat je nog niet kende? Nou ja, Polly is Gijs, ja? Maar Polly gedraagt zich heel anders. Inclusief het gevoel. Polly is veel hoofdtrainer. Polly kan dansen. Wat Polly kan flirten. Er gebeurt van alles. Polly kan al die dingen doen. En weet je, dat heeft me echt. Ik had het niet verwacht en dat heeft me dat echt geleerd. En uiteindelijk reed ik naar huis en dacht ik van, wie bepaalt er wie Gijs Rademaker is? Dat het opiniepen. Nee, Renze. Oké, okay, nee, maar laat me het even afmaken. Ja? Nee, dit was een flauw. Nee, dit was een heel mooie persoonlijk, sorry. Het was heel flauw. Het was wel goed. Ik reed dus naar huis en ik dacht, wie bepaalt er wie Gijs Rademaker is? Dat bepaal je zelf en dat wordt gevormd door je eigen conventies. Jij vindt hoe je moet zijn, hoe je je moet gedragen, hoe je moet opstellen naar anderen. Of jij denkt dat jullie vinden. Denken over hoe ik moet zijn. Ja. Dus dat is je begrenzing. En zodra je dus een jurk aankrijgt of een prachtig gezicht krijgt, dan valt dat dus weg. En dan ben je dus ineens heel anders en gedraag je je heel anders, terwijl je dat wel zelf bent. Ja. En ik heb dat heb ik echt letterlijk ervaren. En dus, dat is wel mooi. Dus normaal zou jij op een danstoer zou je denken, ik waag me niet aan een dansje. Gijs Rademaker doet dat niet. Hij kan dat niet. De pijler. En nu heb je dus een kantendek waarin dat wel mag. Maar dat is natuurlijk, ja, dit was voor dit programma. Maar of blijf je af en toe nog. Nou ja, even voor de duidelijkheid, ik mis Polly nu al. Ik zou dat heel graag nog een keer ervaren. Maar is het voor jou ook zo? Want je bent natuurlijk ook wel eens niet in drag, neem ik aan. Is dat verschil voor jou ook nog steeds groot? Wat Gijs zegt, dat is de kracht van drag. Mm-hmm. Drag is veel meer dan een man in een jurk op een hak. Het is een kunstvorm. Dus het is het creëren van personen als acteur. Het is het veranderen van je gezicht met make-up als een kunstschilder. Het is de sculpten van je haar als een beeldhouwer. Mm-hmm. Je bent een allround artiest. En natuurlijk in het programma heb je natuurlijk een gigantisch groot team. Ja. Die dit mogelijk maken aan make-up artiesten en haarstylisten. Het is echt fantastisch. Het zijn de allerbeste mensen. Ja. Het is ongelooflijk wat zij kunnen. Ja. Iedereen zegt dat. Vier uur, hè? Ja. Nee, zeker. Uur. Maar waar ik even benieuwd naar ben, want ik heb jou in de afgelopen jaar met enige regelmaat een keer ergens aan tafel gehad. Ja. Maar altijd in deze hoedanigheid. Ja. In welke hoedanigheid voel je het gelukkigst? Ik voel me gewoon gelukkig dat ik hier op de Hollandse televisie, dat ik hier op deze stoel kan zitten. Nee, zeker. Zo, op deze manier. Maar als jij morgen of overmorgen, zeg maar, zonder... Ook prima. Ook prima. Nee joh, ik ben precies. Helemaal oké als een hele leuke homoseksuele jongeman, Boris. Ja. Ga ik gewoon door het leven. En dit is mijn werk en dit is mijn passie en dit is wat ik heel graag doe. Ja, en daar is niks mis mee. Dat doe je, nee, absoluut. Dat doe je en ik ben hartstikke beeldig. Oh, dat ben je zeker. Dat ben je zeker. Ja, applaus, dames en heren. Ja. Zeker. Ja, absoluut. We kunnen nog wat dingen zien. Willen we nog wat zien? Willen we Gijs nog een keer zien? Ik wil Gijs nog wat even. Wat heb je? Ja, zeker. Met dat optreden met Star Sissy. Oh ja. Oh ja, nou kom maar. Kijk. Dit is toch de drama. Wie is de persoon achter Polly Blush? Gijs Rademaker! Fantastisch. Wow, Gijs Rademaker! Is it you? It is me. Ik ben het echt. Dit is de serieuze opiniepeiler, Gijs Rademaker. Kijk naar deze mensen hier en weet... Je mag alles worden wat je wil. Ja. Echt, iedereen. Ja. Alles kan. Dat is mijn motivatie. Mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, heel mooi. Is dat wel... Blinkt dit nou in of zag ik Ilse Lange zo kijken, wie is deze man? Wat zei je? Ilse Lange, wist hij wie hij was of niet? Ja, volgens mij wel. Oké, ik dacht naar gezicht zo te zien. En Nicky wist het meteen. En Nicky wist sowieso. Ja, maar ik heb drie kinderen thuis zitten. Ze zijn alle drie tieners. En die moeten gewoon uitvinden wie ze zijn. En dat was eigenlijk de eerste steen waarom ik mee ben gaan doen. Omdat ik denk, oké, dit is het ultieme wat ik in ieder geval kan doen om
hen dat gevoel te kunnen geven. Dat ik er zelf ook nog vervolgens een hele, heel veel van geleerd heb. Dat, ja. Dat had ik natuurlijk niet van gehoord. Je had zo'n hele diepe mooie gedachte. Ik had het helemaal niet aan. Dat was ook niet de bedoeling. In tegenstelling tot jij heb ik er geen seconde over nagedacht. Ik dacht, ja, lachen. Dat is ook prima, toch? Ja. Maar Harm Edens had ook dat volgens mij ook. Hè? Ook een finalist, Harm Edens, die had dat gevoel ook. En die is er gewoon fantastisch ingebonjourd. Ja. Met een soort, ja, ik heb dat niet. Ik ben iemand die dingen heel erg wil voorbereiden. En heel erg wil controleren. En jij kan dingen loslaten. Het is hier één bad van liefde.